Een dag later is het terug naar de realiteit. Alle spullen inpakken en klaarmaken voor de lange reis per zeecontainer terug naar huis. Tussen de bedrijven door heeft Van Rijsselbergen natuurlijk tijd genomen om zijn titel te vieren. Dat ging gepaard met de nodige glazen van het een of ander. Hoe was het feestje? Goed. Ja, niet zoveel geslapen, maar het was een goed feestje, zeker. Dat slaapt lekker op een gouden medaille. Ja, ja, ik lag netjes naast mijn bed en ja, nee, het was een goed avondje. De grote vraag is natuurlijk wat deze wereldtitel betekent voor de Olympische Spelen. Volgend jaar, als er gevaar wordt in Weymouth, zijn het bijvoorbeeld vergelijkbare omstandigheden. Het is natuurlijk het zuidelijke halfrond, dus andere winden en dat soort dingen. En Weymouth is toch echt heel erg specifiek. Dat heb je over de afgelopen jaren ook wel gezien met degenen die daar gewonnen hebben. Dat zijn allemaal jongens die daar en meisjes die daar veel hebben getraind en die daar veel local knowledge hebben. Van Rijsselbergen kan misschien maar 3 maanden genieten van zijn titel. Het WK van 2011 werd pas deze maand in Australië gehouden omdat het daar nu zomer is. Het WK van 2012 in het Zuid-Spaanse Cadiz is al in het voorjaar gepland. Uiteraard gaat hij daar zijn titel verdedigen. Ja, tuurlijk. Ik ga proberen mijn best te doen om te zorgen dat ik daar ook weer een goede plek behaal. Misschien wel de eerste. Zeker weten. Past dat in je voorbereiding naar de Spelen? Niet echt, maar het is wel gewoon goed om een nette wedstrijd te varen weer. Voor jezelf of voor tegen de rest? Een beetje beide, ja. Voor mezelf is het goed omdat ik weer even kan checken met de jongens hoe het ermee gaat. En voor de rest om weer een beetje kont te schoppen.